Gisteravond tijdens het concert van de Britse rapper Dave werd de 18-jarige Nedim het podium opgehaald om samen het nummer Thiago Silva te doen. Dave pikte al vaker fans uit het publiek voor dit liedje en Nedim had vooraf en tijdens de show al het gevoel dat hij het ging worden. Het is een soort van droom en eigenlijk heb ik in feite ook een AFAS uitverkochte show gedaan. Even. Ik stond in de rij, ja. En het was eerst als grap een beetje met mijn vrienden dat ik zei van... Ik was zo van, ja, let op, ik ga echt op stage komen en zo. En zij waren van, ja, het zal wel. En ik bleef het maar zeggen. Ja, dus hij begon met Thiago Silva. En toen ging hij iemand uitkiezen. Al mijn vrienden gingen weer schreeuwen en wijzen naar me. Zo van, je moet hem kiezen. Dus toen begon ik te rappen, mee te rappen. En hij ging een beetje heen en weer. Maar toen kwam hij even, keek hij me even aan. En toen zei hij van, ja, iedereen wil dat hij het gaat doen. Moet ik hem een kans geven? Toen gaf hij me die mic en toen was hij van, je gaat het eerst proberen zonder mijn hulp, zonder muziek. En als je het dan goed kan, dan ga ik op stage brengen. Let's get him over here. Let's get him over here. Let's get him ready. Het is wel even een besefmomentje. Maar ik denk dat later, toen ik in mijn bed lag, dat ik me pas besefte van ik stond daar echt bij hem. My boy, love you so much, man. Appreciate it. Love you too, bro. Toen we het net hadden gedaan, kwam hij naar me toe. Toen zei hij dat ik het goed had gedaan, dat ik het had gekeild. En daarna gingen we even naar achter. Toen zei hij me, gaf hij me een speech, een soort van speech. Dat je altijd je droom moet achtervolgen en dat je altijd moet doen waar je... wat je leuk vindt en waar je voor staat. Tijdens het optreden droeg Nedim het Thiago Silva shirt dat Dave hem gaf. En dat shirt krijgt een mooi plekje thuis. Als je naar het shirt kijkt, dan ga ik er sowieso wel aan denken. Ik ga hem sowieso goed bewaren. Als ik ooit oud ben, kan ik er nog naar terugkijken.